Vannacht waren we getuigen van de beste finale tafel aller tijden in de pokergeschiedenis. Jake Cody, Jason Mercier, Daniel Negreanu, Johnny Lawton. Shuffle up and deal. Biggest support group. Jason Mercier strandt op een zevende plaats en Cody op een vijfde plaats. We zullen dus geen tweevoudige EPT-kampioenen hebben. Nice hand. Good luck, guys. Good luck, man. Cheers. Where's my money? De heads-up gaat van start. Het werd Steve O'Dwyer die de trofee in de lucht mocht steken hier op de pokerstars.be en Monte Carlo Casino EPT Grand Final. Als alle inwoners van Monaco 3 euro in een pot zouden steken, dan zouden ze zich eigenlijk nog maar één buy-in kunnen betalen van het Super High Roller toernooi. Jawel, je hebt het begrepen, de grote spelers zijn inderdaad terug. En deze keer voor de grote finale van EPT, seizoen 9. Welkom allemaal in Monaco. Het main event is afgelopen, maar het pokerfestival gaat gewoon door. Vandaag starten we met de 100.000 euro Super High Roller. En ze zijn allemaal hier. De elite, de grootste namen in het poker, voormalige kampioenen, high stakes grinders en de meest gevreesde in de pokerwereld. Ze kijken uit naar hun laatste kans om heel wat geld te winnen in seizoen 9 van de European Poker Tour. En ook Phil Ivey is van de partij. De twee beste vrienden Antonio Esfandiari en Sam Trickett zijn ook aanwezig. Ze hebben samen al 44 miljoen dollar bij elkaar gepokerd. Welkom bij de Super High Roller. Hallo allemaal, ik ben Gael Garcia Diaz en ik geef vandaag commentaar samen met onze Friends of Pokerstars, Charlotte van Brabander. Ja, we zijn al 2 uur bezig. We hebben al 2 levels gespeeld. Inderdaad, en het kost dus 100.000 euro om te mogen deelnemen. En zou je er nu al uitvliegen, wel geen probleem, want je kan je opnieuw inkopen hoe vaak je maar wilt tot de start van dag 2. En we gaan er onmiddellijk in vliegen. Kijk eens aan, Phil Ivey speelt er in hand tegen Bonomo. En Bonomo, tussen haakjes, hij won het Super High Roller toernooi vorig jaar, hier in Monte Carlo. En Phil Ivey, als je nieuw bent in de poker, wel, die man is gewoon de beste pokerspeler ter wereld. En hij bet 40.000. Justin Bonomo gaat all-in voor 237.000 chips. Een snelle call van Phil Ivey. En je ziet het. Ja, Ivey met een set 7's. En Bonomo op zoek naar een straat of een flush. En het is een 5. Ongelooflijk. Phil Ivey wordt na amper 2 uur al uitgeschakeld. Ja, en geen vriendelijke goodbye. Phil Ivey op zoek naar de registratiedesk. En we gaan even horen bij Christophe de Mulder wat een high roller allemaal nodig heeft. Het allergrootste verschil tussen het spelen van een super high roller en het spelen van een normaal toernooi is dat je normaal gezien één groot kanon aan tafel hebt zitten waar je dan voor moet oppassen. In de super high roller moet je oppassen voor iedereen. Het zijn stuk voor stuk supersterke spelers. Het zijn allemaal grote kanonnen. Gasten met veel ervaring. Die druk zetten op alle verschillende momenten. Dus volgens mij is dat toch wel het grootste verschil. Gewoon het verschil van niveau van de spelers. Ja, Christophe is natuurlijk helemaal juist. In dit toernooi doen enkel de beste pokerspelers ter wereld mee. En we gaan even kijken naar onze tv-tafel. Die ziet het. Elky, Marc-André Ladouceur, Esfandiari, Trickett. Alleen maar grootnamen. En vergeet Hexton, Isaac Hexton. Ook wel een online knaller. Ja, helaas is hij ondertussen al vrij short en speelt met nog enkel 36.000 chips. En de blinden zijn momenteel 800.600 met een ante van 200. Actie ondertussen gefold bij onze Hexton met aas 5 suited. Heel leuke hand, zeker om op de button te gaan spelen. Je hebt zowel straat als flush mogelijkheden. Trickett met 10-3 van Ruiten. Gaat deze jongeman een beetje creatief gaan doen tegen zo'n shortstack? Toch niet. Nee. Hij is weg, hoor. Antonio Esfandiari. 92. Met 10-6. Beslist hij om hier te gaan 3-bet en gaat er nog eens over en maakt er 9.200 van in de grote blind. Vind ik persoonlijk een beetje gevaarlijk, zeker tegen Hexton, die toch wel vrij short is. Wat wil zeggen, hij heeft niet zoveel chips meer. Hierdoor zal hij waarschijnlijk sneller all-in gaan. No. Hij moet rap gaan dubbelen. Ik heb misread mijn. Hier, hier is 92. Antonio zal wel beseffen dat hij daar ietsje te los was.
You misread your hand? I did. Thought I had ace 10. Ja. Excuses. En we gaan even kijken naar het spelersveld. En het is eigenlijk bijna belachelijk hoe goed het spelersveld hier is. Hier zien we Jason Mercer. Ja, die haalde gewoon een zeer mooie zevende plaats afgelopen nacht tijdens het main event. Het main event van de grote finale. En hier zien we een man met een lekkere baard. Is dat iets voor jou, Charlotte? Voor mij mag die nog iets langer. Dus dit is niet goed. Ja, kan ermee door. Wel, onze Duhamel, die ondertussen ook zijn baard heeft laten groeien, is al in met een paardje tienen tegen de vrouw van Bonomo. Ja, dus Duhamel niet op zoek naar een tien, maar wel naar een vrouw. En nee hoor, het is een aas op de river. Jonathan wordt helaas al uitgeschakeld na amper 2 levels. En Justin Bonomo mag heel wat chips toevoegen aan zijn stack. Je ziet het, hij is ondertussen onze chipleader. En Jonathan Duhamel, ja, die gaat ook snel op zoek naar de registratiedesk. Ja, Duhamel zou beter zijn baardje afscheren, want het is er veel zon hier in Monaco. Dus ja, hij wil toch wel dat heel zijn gezicht bruin wordt. En hier zien we een heel speciale kerel. Bertrand Gospelier, beter bekend onder de naam van Elky. Ja, onze ex-Starcraft-speler. En hier zien we een hand tussen Daniel Negreanu en Eric Seidel. Twee veteranen in het toernooi. Ja, je ziet het, Eric Seidel maakt hier de beste hand met zijn aasboer. Maar ja, Daniel kan hier toch misschien nog de pot winnen. Ja, want elke zeven en elke vrouw maakt hier een straat. En misschien heeft Seidel daar wel een beetje schrik van. Ja, daar ben ik nog niet zo zeker van, hoor. Ja, kijk eens aan, hij maakt hier de call en ziet dat zijn aasboer goed genoeg is. Wel, Daniel, vergeet zeker niet ook jouw ego te laten masseren. Ja, Daniel is eigenlijk echt wel een zalige kerel. Weet je nog dat hij ons VIP fixte in clubs en zo? EPT-parties? Ja, dat is natuurlijk wel de leuke kant aan Daniel Negreanu. Ja, altijd ambiance. Wie ons zeker nooit zal uitnodigen op een VIP-party is deze man, Phil Ivey. En hier zien we Mikhail Smirnov. Hij komt zich zo pas inkopen voor het Super High Roller toernooi, dus 100.000 euro. En hij komt zich gewoon cash inkopen. Interessant. En je ziet het, Charlotte, er zijn al 5 spelers uitgeschakeld. 38 spelers hebben zich in totaal ingekocht en we hebben al 2 re-entries. Is dit al yours too? Ik heb ook honger als ik dit zie. Ja, pokerspelers eten toch over het algemeen heel gezond. Wel, Esfandiari is een beetje zoals Daniel Negreanu, een veganist. Dus, die man eet alleen maar groentjes en fruit. Hij ziet er toch een betere salade uit dan deze hier. Ja, kijk eens aan. Dus dit heb ik trouwens ook besteld in de Monte Carlo Bay. Ik wil geen slechte reclame maken, maar neemt geen Caesar salad. Want dan krijg je gewoon stukjes sla met parmezaan. En hoeveel heb je betaald? 28 euro. Ching, ching, ching. Wauw. So it's only bread that's really bad. Yeah. Wel, je ziet het, pokerspelers hebben het niet enkel over bad beats, maar ook over brood en sla en hoe lekker het allemaal wel kan zijn in het leven. En over lekker gesproken, hier zien we Marc-André Ladouceur, onze Canadees, eigenlijk onze Québécois. Volgens mij toch wel een van de mooiste pokerspelers ter wereld. Naast hem ook één dat niet echt mis is. Adams met aasvrouw. Vrouw 10 voor Marc-André en een paardje 6 voor Esfandiari. Ja, Kyle, jij valt wel op donkere types precies. Wat vind je dan van Isaac Haxton? Ja, nee. Ja. Geef me toch maar Marc-André en zijn sterke biceps. Eens kijken wat er hier gebeurt. Ja, Esfandiari, 4 bet, dus hij gaat er nog eens over. Adams had oorspronkelijk 3 bet. En Esfandiari maakt er 30.100 van. Marc-André Ladouceur is weg en Adams maakt de call. Ja, toch wel heel voorzichtig. Aasvrouw is een mooie hand. Hij zou er in principe nog eens kunnen overgaan. Maar natuurlijk, met aasvrouw heb je niet echt iets in handen. Maar nu precies wel. Inderdaad, de flop leest aas 9-5 met 2 schoppen. En je ziet het natuurlijk, Adams maakt hier de beste hand. Met een paardje azen.
Espandiari beslist om toch nog verder de agressor te zijn en te betten, maar Adams gaat hier gewoon all in. En ja, uiteraard, Espandiari moet hier weg. Ik vind het een beetje raar dat Adams hier niet de call wilt maken. Had toch misschien wat extra value uit zijn hand kunnen halen. Ja, klopt. Antonio Espandiari geniet van zijn slaatje. En denkt dan, snel mijn dessert vanavond. Blijf er zeker bij, want zo dadelijk zijn we terug met nog meer poker hier in Monte Carlo. Tot zo. Pokerstars.be en Monte Carlo Casino EPT Grand Final heeft in totaal 45 toernooien in verschillende pokervarianten, zoals Open Face Chinese, PLO en 8-game. Twee nachten geleden zaten 6 highrollers aan de grootste cashgame tafel ooit tijdens een EPT. Ze kochten zich in voor minimum €500.000. For a long time now there's been talk of a big cash game and there's a group of players that wanted to play in a big cash game. This was 1K, 2K, Euro, no limit, with people buying in for 500K. I think I'm as comfortable as pretty much anybody when I'm playing at those stakes. I try not to think about the money and just make good decisions, and I've done pretty good in the high stakes scene. Going around from seat one, it was Victor Blom, Nicholas Heinecker, Sam Trickett, Talal Shikerchi, myself, and Paul Newey. The toughest opponent that I played in the game was probably Ike, who was playing good that day. These players are real good and they're going to put a lot of pressure on you. Cash games typically stacks are deeper. There's just more that you can do with several hundred big blinds to work with than the 30 to 60 that is more average in tournament play. The atmosphere is just as relaxed and convivial as you would see at a much smaller game. To some extent, it's people overcompensating for just how intimidating it is to have €1 million on the table in front of you. But everyone was pretty calm and joking around and having a good time. I lost about €300,000, so it wasn't a great day for me. It went very well for me. I finished up just over €1 million. My heart goes panicking when we're all in and the cards are on the back and you sweat and see if you're going to win or what have you. You know, that's part of the game, that's why we all love it. But maybe next time I'll get them. En zie ze maar lachen. Wel, Charlotte, als ik 15 speelt in onze live pokerstarshome in Namen, dan doe ik al in mijn broek eigenlijk. Ja, tuurlijk. Daar spelen we misschien 1-2. Wat is het hoogste dat jij al speelde? 15. En wow. Ik doe letterlijk in mijn broek. We gaan verder spelen aan onze tv-tafel. Blinde ondertussen gestegen naar 1000, 2000. We zien hier Hexton met aas, 7. Hij is nog altijd vrij short, toch wel. Al een paar potjes gewonnen. Ondertussen naar 50.000 gestegen. Trickett met 8. Hij gaat er nog eens over. Hij 3-bet naar 11.600. En Espandiari met aas, 10. Van harte. Ja, je ziet het. Een zeer agressieve speler, die Antonio. Hij gaat er nog eens over. Het 4-bet naar 25.500. Ja, Hexton moet hier natuurlijk weg. Ja, ik zou daar in zijn plaats met die A-scene suited zeker gewoon een call gemaakt hebben. Je wilt de pot, je wilt het aantal spelers in de pot namelijk zo groot mogelijk houden voor in het geval je een flush of een straat hit. Trickett beslist om hier de call te maken. We gaan naar de flop. 9-9-2. Trickett staat voor met zijn 8. Hij beslist wel om te checken. En Espandiari blijft de leiding nemen. 33.500 moet Trickett hier nu neerleggen. Als ze hem heel graag die turnkaart wil zien. En we gaan naar de turn. Is een 3 van het schoppen. Een beetje een nietszeggende kaart. Trickett nog steeds voor. Ja, volgens mij kan Espandiari hier gewoon checken. Oeh, kijk eens aan. Wat een zeer mooie river. Wel een beetje een rare river, want het is een 8 van schoppen. Heel raar dat de check-check gaat. Trickett had hier nog iets kunnen inzetten. Hij mist nu toch wel wat waarde met zijn full house. I can never beat the guy. Unbelievable. Just can't beat Sam Trickett. One day.
has to needle me every time I win a pot off him. Understandable. Yeah, I don't mind. It's not like I'm too disappointed to come in second in the one drop late. No. Ja, deze twee mannen speelden dus de one drop. Een toernooi in Vegas met de hoogste buy-in aller tijden, $1 miljoen om te mogen deelnemen. En uiteindelijk won is van die jaren het toernooi voor zo'n $18 miljoen. En hier zien we Mike started it. Twee veteranen. Mike started the face stares. Chakerchi en Negreanu. Negreanu met een paardje negens, Chakerchi met vrouw zes van schoppen. We gaan naar de flop 17-7. Ziet er goed uit voor Daniel. Maar geen één van beiden heeft er een klaveren. Chakerchi heeft gecheckt. En Negreanu vuurt 16.500 chips af. En Chakerchi maakt er 36.300 van. Met helemaal niets. Oh, en kijk eens aan. Daniel gaat hier al in. Ja, uiteraard een snelle fold van Chakerchi. Ongelooflijk, die Daniel. Ja, precies. Hij heeft een zesde zintuig voor bluffers. Ja, dit was toch wel een riskante move met die 10 ook op tafel. Maar ja, jij weet zijn momentjes uit te pikken. Ja, desondanks dat Chakerchi deze hand verloren heeft, zit hij wel nog steeds in onze top 10. Bonomo is de man die verslagen moet worden. Hij is momenteel nog steeds onze chipleader met meer dan 600.000 chips. Ja, dat waren wel 308 big blinds. Dat is echt ongelooflijk veel. Die man kan nu gewoon lekker cruisen aan de tafel. En vooral een beetje druk zetten op de middelstacks. Okay. En we gaan in de huid kruipen nu van Antonio Espandiari. Dus we gaan enkel zijn kaarten zien en niet de kaarten van zijn tegenstanders. We hebben aas 4. Trickett heeft oorspronkelijk geopend naar 4.000 en wij gaan er eens over. Hè. We gaan 3 betten naar 10.000. En we hebben ook geen honger meer, want onze slaatje die ligt daar nu al een tijdje. Boer, koning, koning op de flop. Ja, nu kunnen we niet anders dan gaan doorbetten. Het is een heel gevaarlijke flop. Als Trickett geen boer of geen koning heeft of een hoger paar, zoals ja, tienen, vrouwen, denk ik niet dat hij hier zal gaan callen. Ja, nu moeten we zeker gaan doorwetten. Als we nu checken, lijkt het heel verdacht. Oeh, ja, het gaat check, check. En de river is een 7. We hebben wel natuurlijk aas hoog, wat niet zo slecht is op een bord dat twee paardjes heeft. Trickett neemt nu de leiding over. Hij maakt er 18.500 van. Ja, en nu is het aan ons. We nemen nog een hap van ons slaatje en denken na, zou hij ook gewoon aas hoog hebben? We gaan checken. It's for you to work out. We hadden niet mogen checken op de turn. We hadden onze leiding niet mogen overgeven. Nu weten we niet of Trickett iets heeft of hij gewoon van onze zwakte gebruik gaat maken. You got heart, that's for sure. You do smell good. Although it's worn down a little bit. It's not as potent as it was earlier. Misschien heeft Trickett zelf gewoon een flush. Like what he would do? No. He's too good, right? He's too good. Oh. 18.500 moet hij callen in een pot van 67.700. Ja, ik zie hier Espandiari echt niet de call maken, maar toch wel. Ben ik wel echt benieuwd. En ja hoor, het wordt een mooie split. Mooie call van Espandiari, goed gelezen. Chop chop. Dit is altijd beter dan de pot te verliezen. Klopt. Want ik dacht al dat we hem konden verliezen hoor. En we zien hier een hand tussen twee andere monsters. Dan Smith en Faraz Jaka. Dan Smith alleen met boeren. Op een flop, koning 5-3. En Faraz Jaka die heeft gewoon een set koningen, dus het is gedaan voor Dan Smith. Ja, en ook zijn massage is voorbij. En dit is dan €138.000, alsjeblieft. Ja, die massages zijn hier wel heel duur. €2,50 per minuut in Monte Carlo. Wauw. Zijn ze echt duurder in Monte Carlo dan ergens anders? Ja, inderdaad. Duurder hier in Monte Carlo. Waarom, weet ik niet. Ken je klant in Hegel. En tijdens een Super High Roller kost het €12 per minuut. Nee. Joke. Oké, dit was een grapje.
Staking is any sort of arrangement whereby the player at the table isn't exclusively risking his or her own money. If somebody has the skills to beat an extremely high stakes game and doesn't necessarily have the money to play in it, they find investors. Kind of necessary, especially when you're playing these super high buy-ins, as a way to manage the risk a little bit. Most of the 100,000 entries come from investors. I mean, it's a pretty huge buy-in. Most poker players probably couldn't afford it. This tournament costs 100,000 euros just to sit down and get cards. So you can't really play these unless you're selling action. Definitely events larger than a 25K buy-in, frequently events larger than a 10K buy-in, I will sell action in myself, yeah. In terms of staking, I'm definitely someone who takes pieces of people in tournaments every now and then, and sometimes trades or sells a little bit to some friends. A lot of poker players and some non-poker players who know my reputation and think it's a profitable investment pool money together, and you know, I'm their horse doing their work. Personally, I've sold a few shares in spots where, you know, playing the one drop and then playing these bigger high rollers, but I tend to like to try and keep as big a share as myself as possible. Ja, geen idee voor hoeveel dat Dan Smit gestaked wordt, maar ondertussen loopt hij opnieuw richting registratiedesk. En jawel, hij gaat gewoon weer 100.000 euro moeten neerleggen om zich opnieuw in te kopen. En ondertussen is ook Phil Ivey alweer van de partij. En hij neemt plaats aan onze tv-tafel. En ondertussen is Philip Grusom, een superagrole specialist, all-in tegen Smirnov. De flop plays 15-8, 3 op de turn en een 10 op de river. Gaat Smirnov hier de call maken? Jawel, hij maakt de call. En voor heel veel big blinds. En dus hij moet wel een goede hand hebben. Philip Grusom mukt gewoon zijn hand, maar moet het toch nog eens laten zien. 9-7, ja, je ziet, hij heeft gewoon zijn straat helemaal gemist. En all in gegaan op de river. Een zeer fout getimede bluff, want Smirnov die had gewoon azen. Always the same. He busted. Time after rebuy and then win. The second one. He wants to wide. Every time after rebuy and then I just win. So annoying. I have to go to the cage by myself. No one will do it for me. I'm a whiner. No, you guys. Okay, I take the thing. Yeah, but my second bullet. If I do one bullet, I make more. My markup in the second bullet isn't as big. Yeah. Ja, Daniel houdt er al van om de accenten van spelers na te doen. Ja, en je ziet het. 39 spelers hebben zich in totaal ingekocht. Al 11 zijn gebust. En we hebben al 3 re-entries, waaronder Phil Ivey. Met aasboer en je ziet het bovenaan rechts. We gaan sweaten met Phil. Dus dat betekent we gaan enkel zijn kaarten zien en die van tegenstanders. We hebben geopend naar 6.000 Hexton 3-bet, dus hij gaat er nog eens over voor 29.000. En we kennen Hexton. Maar we kennen ook Phil Ivey, de beste pokerspeler ter wereld, eens kijken of hij, hoe hij vooral deze hand zal spelen. Aas boer zou ik daar gaan folden. Maar hij maakt de call, hij weet dat hij wel beter is als de flopper ligt. Wauw. Oh, Phil Ivey ging er nog eens over en ondertussen is Isaac Hexton all-in. Maar we kennen Hexton. Hij is een super agressieve speler. Ja, en nu zit aan Ivy. Geen enkele speler die ik ken zou daar bijna de call maken. Hij heeft zich net opnieuw ingekocht. Aas, vrouw, aas, koning. We slaan hem allemaal en paardjes liggen ook lichtjes voor. Wauw, dit is een echt ambetante situatie. Zeker na inderdaad zijn tweede rebuy. Oh, ik had hier al lang gefold, maar ja, ik ben natuurlijk niet veel Ivy. Misschien heeft hem gelijk, misschien is Isaac Hexton helemaal niet zo sterk als we denken. Ja, Phil Ivey kijkt een beetje statisch en moet toch wel folden. Wauw, goeie fold. Aas koning had Isaac Hexton. Phil Ivey ondertussen gedaald naar 194.000 chips.
En jawel, je ziet het goed. Koos Hansen op zijn fiets. Hij woont in Monte Carlo. En gaat met zijn fiets naar het werk. Zou hij ook een fietsvergoeding krijgen? Ik denk het wel. Alle beetjes helpen. 10 cent per kilometer. Droom jij er ook van om deel te nemen aan een van de grootste pokertoernooien ter wereld? Wel, ga dan snel naar pokerstars.be en kwalificeer je online. Heel veel succes! Hallo allemaal en welkom terug. Dit is nog steeds de eerste speeldag van het Super High Roller toernooi van de grote finale van de EPT seizoen 9 hier in Monaco. Geen tijd te verliezen dus. We keren onmiddellijk terug naar de actie aan de pokertafels. Yeah, everybody rebought 5 times, so what's yes. The story? No, no. Just 11 people have busted, 7 of them have been from this table. 11 people have busted already? Yeah. God, I can make it into top 30 if I buy in like half an hour. Yeah, don't buy in now if you want to guarantee yeah. That one. No. I'm not going to risk. Just don't take your seat. I'm not going to risk yeah. That sweet spot. Top 30 and the high roller. Ja, de top 30. Vaak wordt enkel de top 6 uitbetaald, dus top 30. Dan heb je toch nog wel een lange weg te gaan om in de geldprijzen te zitten. En je ziet het, 41 spelers hebben zich in totaal ingekocht. We hebben al heel wat re-entries. Heel wat spelers zijn al eruit gevlogen. Timothy Adams speelt aan onze tv-tafel samen met Tobias Rankemeyer. En we zien hier Tricket met vrouw 9 en vrouw boer voor Rankemeyer. Allebei een heel leuke hand, maar hier heeft Rankemeyer toch wel een serieuze voorsprong. En ik denk niet dat Tricket hier rap zal weggaan. Hij hoopt natuurlijk op een 10. Als hij deze 10 hit, dan is het wel heel verborgen. En zal hij wel afbetaald krijgen bij Rankemeyer, denk ik. Rankemeyer maakt de call, 6400, met de beste hand, met een paardje boeren. De turn is een 7. Ja, dit verbetert Tricket zijn hand. Als er nu nog een 5 komt op de river, maakt hij ook een straat. Een heel verborgen straat zelf. En ja, kijk eens aan. Zijn bet van 12.000 is goed. Tricket just does it. Wow. Rankemeyer is weg. Heel voorzichtig wel gespeeld van Rankemeyer. Ik zou daar zelf niet folden. He knows when to bet. He knows when to tweet. The guy just knows, right Ike? Ze geven elkaar respect. Inderdaad. Sam en Antonio, de beste maatjes in poker. Sam and I had played together a couple times, but not a lot. He's one of the few guys in poker I actually would like to hang out with outside of the poker world. He's great. Antonio is one of my good friends in poker. We got a lot in common and we like the same things. I think he's a really top bloke. You always want your friends to win. If I'm not in the tournament, I'm always rooting for Sam. He's a very, very good poker player. No, there's no rivalry. Every time I speak to a reporter, they're trying to like make out there's a rivalry or like saying trying to put me versus Antonio all the time. It's not really like that. What do you got, Trigger? It's for you to work out. I think if anything, we've gotten a lot closer. We're pretty good friends now. You got heart, that's for sure. You do smell good. And he takes my needling very well. I can never beat the guy. Unbelievable. Just can't beat Sam Trigger. He takes it like a champ. Has to needle me every time I win a pot. You're Sam Trigger. Tricky, tricky. We do clash a lot because we both play a lot of pots, so we do play a lot of poker and, you know, we're still clashing horns. Friends off the table, but enemies on the table. Aww. Zo'n romance heb ik al lang niet meer gezien sinds Top Gun. En we spelen verder. En we mogen een nieuwe speler ontvangen trouwens aan onze tv-tafel. En wie mag dat dan wel zijn? You mean this guy who put all his money with Ace 8? Nah, he's not with us. How you guys doing? Yeah, yeah. That's quite good. How's it going, buddy? Hey. Hello, sir. Long time to see. Another 100. Yes. Hi. Ja, deze man lijkt misschien wel nieuw Mark, right? In het circuit, maar laat je zeker niet voor. Dit is Nikos Heineker. Ja, deze man staat zelf vierde in de all-time moneylist in Duitsland. Heeft bijna 5 miljoen euro gewonnen. En een high-stakes cashgame-speler. En we gaan even kijken naar Justin Bonomo.
Hij speelt hier een hand tegen Jason Mercier. De flop leest aas 2, 4, 10 op de turn en 7 op de river. Bonomo heeft gecheckt. Ja, ziet er een vrij droog bord uit. Geen flushmogelijkheden en geen paardjes op het bord. Mercier vuurt 81.000 chips af. En Bonomo gaat all in voor heel veel chips, 600.000. Ja, was Bonomo niet de chipleader? Ja, chipleaders moeten druk zetten. Ja, hier kunnen we toch nog wel wat van leren. Bonomo zet enorm veel druk nu. En Jason Mercier maakt de call. En kijk eens aan, aas 4-2 paar voor Jason Mercier. Toch wel, het lijkt niet zo, maar toch wel een zeer mooie call van Jason. En wat een bluff van Bonomo. Ja, hij heeft zijn lesje wel geleerd. Niet zoveel druk zetten dan maar. Ja, en ik denk dat ondertussen Bonomo niet meer onze chipleader is, hoor. We gaan even kijken. Nee, Victor Blom staat helemaal aan de top van het leaderboard met bijna 1 miljoen in chips. Op een tweede plaats Jason Mercier met meer dan 800.000 chips, gevolgd door Scott Siever. Oh, en Phil Ivey is alweer al in voor 70.000 chips. Hoe is dit nu toch mogelijk dat hem weer zo short is? Had iemand die wel in de gaten? Ja, hij ziet er toch een beetje teleurgesteld uit. Ik denk wel dat hij een mooie hand had. Oh, en hier zien we Patrick Antonius. Wel als Brad Pitt en Arnold Schwarzenegger een kind hadden, dan zou het wel Patrick Antonius zijn. Am I gonna play? No, I'm not gonna play. Ah, next year. I really want to play this one. Looks like a soft field too. Jan Heidman. Deze man is trouwens ongelooflijk, niet enkel met kaarten aan de pokertafels, maar ook als goochelaar. Echt? Ja. Dat is ondertussen zo'n beetje onze gewoonte geworden. Elke EPT-stop krijg ik een trickje te zien. En laten we eens kijken. Daniel Negreanu ligt voor en flopt de noten. Ja, Negreanu met vrouw 10 flop, boer 9-8 geeft een straat. En Lichtenberger, ja, die maakt hier gewoon het hoogste paar en Smirnov het laagste. Ja, alle drie de spelers hebben wel iets met het bord gemeen. Dus nu hopelijk komen er nog wat lage kaarten op de turn en op de river, zodat beide spelers in de pot blijven. Eentje is er al weg. En twee zijn ze weg. Ja, ik denk dat de boodschap hier wel duidelijk is. I have the nuts. Mooi uurwerk. Ja, inderdaad. Daniel Negreanu heeft ondertussen 100.000 chips bijverdiend sinds het start van deze dag. En oei. Rettenmeier is precies niet goed wakker. En hij gaat all in. Maar deze man weet wel wat hij doet, hoor. Ook al is hij niet goed wakker. Heel goede speler. Azen voor Missy, want ja, Missy was oorspronkelijk all-in. En Rettenmeier met koningen. De flop leest 4-3-6. Ziet er niet goed uit voor onze Duitser. 8-2 op de river. Auw. Dit is zeer pijnlijk. Sorel Mizzi, onze Canadees aan tafel, stijgt naar 500.000 chips. Van de blinden die stijgen ook verder. 1.500, 3.000 met een ante van 400. Tricket met vijven wordt gecalled door Adams met 7-6 van harte en aas-10 van Klaveren voor Rankemeyer. Hij maakt daar ook de call. Allemaal handen met groot potentieel, maar amai, daar zit er toch wel eentje met heel veel potentieel. Inderdaad, Heineken met koningen, King Kongs. Ja, inderdaad, hij gaat ze een beetje wakker schudden en maakt er 27.000 van. Ja, voor de andere spelers wordt het toch wel moeilijk om tegen zo'n hand op te botsen. Eens kijken of Renkemeyer hier de call maakt. Ja hoor. Oeh, ik zie al een klaveren. Oeh, twee klaveren. Kijk eens aan. 10-4. Boer met twee klaveren. Renkemeyer maakt hier wel misschien, wie weet, op de turn of op de river een nutflush. Ja, hij gaat hier nooit, maar dan ook nooit gaan folden. Heineken maakt er 31.000 van. En Rankemeyer beslist om gewoon te callen. Oeh, en daar komt hem. Vrouw van Klaveren. Ongelooflijk, hij maakt hem gewoon. De nutflush.
Heeft Heineker het dan door? Gewoon een check? Ja, goed gespeeld van Rankemeyer. Hij checked behind. Heel goed gedaan. Een 5-op-3-ver. Ja, geen slechte kaart uiteindelijk voor Heineker. Ja, volgens mij zal hij hier toch wel een betje gaan plaatsen. Hij wil toch wel nog wat waarde uit zijn hand halen, maar nee. Natuurlijk weet hij niet dat hij er helemaal achter staat met zijn koningen. Ja, ik denk dat we hier Rankemeyer all-in gaan zien. Inderdaad, Rankemeyer schuift alles in het midden. En Heineker kan hier eigenlijk bijna niet folden. Als hem hier zou folden, echt waar, chapeau. Klopt, maar toch denk ik dat hij gaat folden. Hij is weg. Inderdaad, heel goed gefold van Heineker. En dit is toch wel een zeer grote pot voor onze Duitse pro Rankemeyer. We gaan naar onze tweede tv-tafel. Want Phil Ivey is alweer all-in. Dit is ondertussen geen verrassing meer als dit gebeurt. Maar deze keer heeft hij wel tienen tegen aas koning. Dit is een coinflip. Oeh, nu niet meer. As op de flop 9, op de turn 8 op de river Charlotte. Ja, hij had 57% voor de flop. Ja, zou hij nog eens herinkopen? Ik weet het niet. Dit is al ondertussen al zijn tweede uitschakeling. Hij zit er al in voor €200.000. Hij loopt wel richting registratiedesk. Ik ben benieuwd. We komen het straks te weten na de break. Tot zo. Welkom terug op de Pokestars.be en Monte Carlo Casino EPT Grand Final Super Roller. Hier zijn de re-entries bijna even populair als de massages. Hey Alki, naar waar ga je? Moet je even naar het toilet? Of snackbreak of zo? Nee hoor, Charlotte. Elkie is uitgeschakeld. Net zoals Igor Kurganov. Maar die man heeft zich ondertussen opnieuw ingekocht. En hier zit hem dan aan onze tv-tafel. Met een kersverse stek. Rankemeyer met tweetjes. Under the gun. Hij opent naar 11.000. Dus under the gun, de allereerste positie aan tafel na de grote blind. Een beetje een gevaarlijke spot met tweetjes. Maar je kan niet gewoon callen. Je wilt hiermee een flop zien. Tricket met aas, boeren van schoppen, maakt de call en 9-7 voor S van de Jari. Ja, een goede call. Hij wilt daar niet gaan racen. Aasboer is zeker niet zo goed. Zeker niet tegen een race under the gun. Want under the gun worden normaal gezien echt alleen maar heel sterke handen gespeeld. Omdat je daar echt wel nog geen informatie hebt over andere spelers. We gaan naar de flop. 7 vrouwen, 6. Oeh, kijk eens aan. Er klopt iets niet met onze statistiekenberekening. Bij S van Diari en Adams. Je zit daar 0%. Maar ik ga even nadenken. Ja, 65%. 65% hebben die eigenlijk. Allebei. Dus technisch gezien kan er geen een van de tweede pot winnen. Het wordt een splitpot. De turn is een 6. Tenzij er nu nog een aas, een boer of een tweetje valt. Inderdaad. Check bij Adams. Bet bij Tricket. 25.000. Ik denk dat we hier S van de jaren gaan zien callen. Jawel. Timothy Adams. Wat gaat hij hier doen? Hij is weg. Dit is goed voor S van Diari, want kijk eens aan, hij is nu 86% favoriet om de hand te winnen. Oh, en er valt een boer op de river. Dit is zeer pijnlijk. Tricket staat nu helemaal aan de top met zijn aasboer. Ja, een derde hart is gevallen, dus er zijn flushmogelijkheden. Er ligt een paardje op tafel, dus een full house is ook mogelijk. En zelf een carré en 2 overkaarten. Tricket heeft geopend naar 26.000. Jawel, we zien hier S van Diari de call maken. Huh? Ah. Ja, niet goed, hè? Hij wil waarschijnlijk toch eens een call maken, want ja, hij verliest constant tegen Tricket. Toch wel een beetje een losse call. En we komen stilletjes aan dichter bij het einde van deze allereerste speeldag. En we gaan even kijken. Ja, 47 spelers hebben zich in totaal ingekocht, waarvan 6
zich opnieuw hebben moeten inkopen na een bust-out. En ondertussen zijn er ook 15 spelers al uitgeschakeld. Een hand hier tussen Mercer, Bonomo, Chakerchi. De flop leest vrouw 10-4-8 op de turn. En de pot is al vrij groot. Ja, 141.000. Een check van Bonomo. Mercer kijkt een beetje verdacht. Mercer trouwens nog altijd hoog scorend in het leaderboard. Hij vuurt 68.000 chips af. En Chakerchi beslist hier om de call te maken. Een heel snelle call. En ik denk dat Bonomo ook mee is. Nou, beter dan dat. Hij gaat all in voor 192.000 chips. Mercer gaat zelf all in voor bijna 1 miljoen. Chakerchi fold, vrouw 10. Chakerchi fold, 2 paar. Wauw. Ongelooflijk. Oi, oi, oi. Bonomo met een set 4 niet goed genoeg tegen de straat van Jason Mercer. Justin Bonomo, onze voormalige EPT Grand Final Superroller kampioen, wordt uitgeschakeld hier op dag 1. En Jason Mercer is, jawel, onze chipleader. Ik kan zijn lachje niet bedwingen, hoor. Hier zien we een hand tussen Midzi en McDonald. McDonald, de jongste EPT-kampioen aller tijden. Die man was, ik denk, 18 of 19 als hem EPT Dortmund gewonnen heeft. Midzi heeft hier geopend naar 108.000 chips. We zien hier McDonald de call maken op een bord 9 boer 8 7 op de turn. Onze twee Canadezen gaan hier in een fight. Koning op de river. Ja, een bord zonder flushkansen, maar wel straatkansen. Ja, elke 10 maakt hier een straat. 10 vrouw is al een heel goede straat. Ja, een 10 zit toch wel in de handwijdte van de meeste spelers. Dus ik ben zeker dat dit toch wel even door het hoofd flasht van beide spelers. Midzi vuurt hier 123.000 chips af op McDonald, die een snelle call maakt. Oeh, oeh, oeh. En Midzi laat zijn aas 10 zien. En dit is toch wel een vrij grote pot eigenlijk. En ik blijf het ook wel vrij indrukwekkend vinden hoe Mike McDonald zo mooi geworden is de voorbije jaren. Ik vind hem niet mooi. Je valt het trouwens toch op donkere types? Of was hij daarvoor echt gewoon zo lelijk? Ja, weet je, Charlotte, hij was gewoon een Steve Urkel-typeje. Oh god. Jawel. Kijk eens aan, twee topspelers in een battle. Serieus battle, want die 5 bet, ja, die is heel duur. 140.000 chips. Wow, Jason Mercer valt aas koning. Ja, waarschijnlijk had Negreanu aas vrouw. En dat beseft hij nu ook. Jason playing is like an A or A plus all day. He just lunked out right there. Wel, wel goed gespeeld van Daniel. I should hope you think he had it because you folded. Otherwise you misclicked. No, I mean even though he showed an ace, I still think he had it. You don't mess around in 5-bet pot race. Awesome. Hoe Jason Mercer naar Daniel kijkt, het checkt hem helemaal uit. Oh, en Mike McDonald, onze ex Steve Urkel, wordt uitgeschakeld hier op dag 1. En ja, hij loopt ook weer richting registratiedesk. Dus hopelijk zien we hem straks weer terug. We gaan naar onze tweede tv-tafel. Hier zien we Justin Bonomo, die daarnet uitgeschakeld werd. En ondertussen opnieuw aan tafel zit. En dit ziet er heel goed uit voor Smirnoff. Hij heeft een nut flush draw. En nu heeft hij het hoogste paar nog eens. We gaan naar de river. Een vrouw niet goed genoeg voor Smirnoff. Want Farah Jaka maakt zo koning-vrouw. Hij maakt 2 paar. Wauw. Heeft wel een beetje geluk gehad eigenlijk. Ja, Farah Jaka, onze Amerikaan in het toernooi. Een zeer agressieve speler. Een zeer bekend gezicht van alle high rollers en super high roller toernooien. En we keren terug naar onze tv-tafel. Hier zien we Igor Kurganov fold. Heineker fold. Oeh, aas, koning suited.
En ik las ooit eens in een boek van Daniel Negroni dat aaskoning suited, dat, dat eigenlijk zeldzamer is dan azen. Kan wel waarheid in zitten. Het feit dat ze suited zijn. Marc-André La Douceur met koning en vrouw al in voor 82.500 chips. Ja, S. van Diari maakt hier natuurlijk de call. Ja, het ziet er niet goed uit voor Marc-André. Hij hoopt om een vrouw op die flop te zien. Ik hoop toch voor een aas. S. van Diari heeft al veel ongeluk gehad. Het ging niet zijn manier. Oehoehoe, aas 9 koning. La Douceur op zoek naar een boer en een 10, maar nee hoor, het is afgelopen. No, king doesn't help him on the river. Don't quit your day job. Ah. Toch nog even naar die riverkaart kijken. Het is een 6 geworden. Marc-André wordt uitgeschakeld door Antonio S. van Diari. Hij neemt echt wel afscheid, dus ik denk niet dat hij zich zal herinkopen. Nee, ik denk dat we hem vandaag ook niet meer gaan zien. En aan zijn schoeisel te zien, gaat hij wel even op het strand liggen. Wel, dit is hoe dag 1 van het Super High Roller toernooi afgelopen is. 48 spelers hebben zich in totaal ingekocht. 17 spelers werden uitgeschakeld en 7 spelers hebben zich opnieuw ingekocht tot nu. Onze totale prijzenpot bedraagt 4,7 miljoen euro. Tijd nu om al die chips in de zakjes te steken. Justin Bonomo zit erin voor 2 bullets, 2 buy-ins. En zal morgen met een starting stack moeten beginnen. Jason Mercer, ja, voor hem was het toch wel een van die betere dagen op het werk. Hij mag 1,1 miljoen chips in zijn zakje steken. Hij zal er waarschijnlijk 2 nodig hebben. Antonio S. van Diari, ja, die had een beetje pech vandaag aan tafel, maar die zien we morgen ook opnieuw spelen. Even kijken naar het leaderboard. Jason Mercer helemaal aan de top met meer dan 1 miljoen chips, gevolgd door Sorel Mitzi. En je ziet het, Vladimir Trojanovski zag vandaag niet zoveel spelen, maar hij zit wel op een zeer mooie 5e plaats. Het helpt definitely helps my game that I found with table domain here. I feel like I'm playing really well. My reads are spot on. You know, I'm making good laydowns, just getting away from spots and also running really well. So it's a really dangerous combination. Ziezo, dit is het einde van deze allereerste speeldag van het Super High Roller kampioen hier in Monaco voor de grote finale van EPT seizoen 9. Morgen start dag 2 en dan komen onze overgebleven spelers opnieuw de strijd aangaan in de hoop om bekroond te worden tot Super High Roller kampioen. Maar dat zie je uiteraard allemaal in onze volgende aflevering. Mis het dus zeker niet. Tot dan. Volgende keer. Jason Mercer hoopt om het op dag 2 minstens even goed te doen. Couldn't let the kings go, huh? Sorel Mitzi gaat op zoek naar zijn grootste EPT-cash. How you doing this, huh? En de vraag die iedereen zich stelt, gaat Phil Ivey zich voor een 3e keer inkopen? Dat zie je volgende keer. Tot dan.